De Alcoa Foundation vervoert de mobiele unit van het COVID-vaccinatieteam door bijkans alle districten van Suriname. De afgelopen maanden hebben de medewerkers van de mobiele unit er alles aan gedaan de vaccinaties feilloos te doen verlopen. Om dit mogelijk te maken heeft de Alcoa Foundation transport beschikbaar gesteld om te kunnen helpen bij de logistiek van het vaccineren. Suriname gaat nu door een vierde coronagolf. De Alcoa Foundation heeft vanwege de urgentie niet alleen zorg gedragen voor het vervoer, maar ook voor andere noodzakelijke benodigdheden, zoals wegwijzers voor de vaccinatiesites, consumptie voor de mobiele unit en aanschaf van PPE. Het accent van de steun van de Alcoa Foundation ligt op het bijdragen aan het onder controle krijgen van de COVID-19-situatie in Suriname. Bij het raadplegen van de vaccinatiesite is te lezen dat meer dan 410.000 personen zijn geprikt. Uit dit aantal is meer dan 176.000 personen volledig gevaccineerd en meer dan 233.000 personen hebben hun eerste vaccinatieprikje ontvangen.